Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben dus ziek. Ik ben al een paar dagen ziek en ik voel me echt niet lekker. Ik ben de laatste tijd al vaker een beetje moe en een beetje ziekig. Maar nu heb ik echt wel de griep te pakken. Gisteren viel ik ook bijna flauw. Was echt best wel eng. Vroeger viel ik echt heel vaak flauw, maar nu is het al zo lang geleden en ik werd helemaal duizelig. Dus ik dacht echt shit. Dus ja, het is echt wel duidelijk dat ik echt griep heb. Ik heb het ook de hele tijd warm en dan weer koud. Ja, het is echt... Ik haat ziek zijn. Morgen is ook nog eens Jasper jarig. Ja, dus ik weet niet hoe ik morgen ben, maar dat zullen we dan wel zien. Ja, en ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vinden. Ik ben echt niet enthousiast. Eerste paar minuten worden waarschijnlijk heel saai voor jullie, maar ik hoop dat de rest leuk is. Het is vandaag dinsdag. Jasper komt zo, want hij is vandaag jarig. Dus nu is hij ook 18. Dus dat is echt heel erg leuk. Nou, ik wilde dus eigenlijk naar hem toe, maar ik ben dus nog steeds ziek. En het gaat wel wat beter, maar ik krijg steeds andere dingen. Vanochtend werd ik echt wakker met onwijs veel keelpijn, waar ik nog geen last van had gehad. En nu is het wel weg, alleen als ik iets ga eten en ik ga slikken. Maar ik eet ook bijna niks, ik heb totaal geen honger. Maar even een leuk dingetje. Jasper komt zo meteen en ik ben dus al een tijdje bezig voor zijn verjaardagscadeau. Het is namelijk zo, in de zomervakantie zijn we samen naar Frankrijk geweest en in de... herfstvakantie samen naar Amerika. Maar we hebben eigenlijk nog nooit... We zijn nooit met z'n tweeën naar het buitenland gegaan. Sterker nog nooit echt ergens wezen overnachten met z'n tweeën. En dat wil ik eigenlijk al heel erg lang. Dus had ik... een vriendin van mij, die haar vriend was laatst ook jarig. En zij waren een dagje naar Parijs geweest. En dat vond ik heel leuk klinken. Ze had het ook heel leuk gehad en zo. Dus ja, dat klonk heel erg leuk. En ja, ik ben toen heel erg veel wezen zoeken. Het was echt wel een zoektocht, want ik ben er niet zo goed in. Maar uiteindelijk kwam ik ergens terecht. Dus ja, 2 dagen in Parijs, zeg maar. Dus dat ga ik hem zo meteen vertellen. Maar ja, nu denken jullie allemaal van, oh leuk, dat gaan we nu zien. Nee, ik ga hier... Ja, echt heel lullig dit. Maar ik ga hier een aparte video over maken. Omdat ik dat leuker vond. Ik vond het leuker om daar echt een soort speciale video over te maken. Ik ga dus daar ook vloggen. Maar dat gaat ook niet in de weekvlog. Dat wordt echt 1 video met zijn reactie en de vlog. Ja, dat wordt zeg maar 1 video. Dus ja, daar heb ik voor gekozen. Dat vind ik zelf wat leuker. Dus ja, sorry dat jullie het nu niet te zien krijgen. Dat is het plan en dat ga ik zo meteen vertellen. En ik vind het wel een beetje eng. Omdat ik dit al heel lang in mijn hoofd heb en ik moest ook de hele tijd niks zeggen en zo. Dat vond ik wel vervelend, maar ik kan mijn mond wel houden, dat wel. Maar ja, ik ben echt benieuwd hoe die gaat reageren. Maar ja, sorry, dat kan ik nu niet laten zien. Nou, daar zit ik weer een dag later. Ik wilde gisteren eigenlijk nog filmen waar Jasper bij was, maar ja, we hebben zijn cadeautje laten zien. Toen ben ik het eigenlijk een beetje vergeten en ja, gewoon even... niet van zijn verjaardag, zeg maar, zonder te filmen. Want hij vindt dat ook niet altijd even leuk. En hij wilde eigenlijk helemaal niet dat ik zijn reactie filmen, omdat hij dan heel moeilijk vindt hoe hij dan moet reageren. Maar ik heb het toch gedaan. Maar hij was echt heel erg blij. En ja, dat kunnen jullie later zien. Ik ben vandaag dus nog steeds ziek thuis gebleven. Maar morgen wordt echt hopelijk de laatste dag dat ik ziek thuis blijf. Want vrijdag is Jaspers verjaardagsfeest en ik wil er gewoon echt bij zijn. Ik wil gewoon beter zijn, ook leuker voor de weekvlog. En... ja, maar ik voel het gaat wel de goede kant op. En ik ga zo meteen lekker even een sprintje nemen. In bed liggen. Ja. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. En ja, zoals jullie kunnen zien, denk ik. Ik heb geen make-up of dat niet. Maar ik voel me stukken beter. Ik ben aangekleed. En dat is echt 5 dagen geleden of zo. Nu ben ik wel nog steeds ziek thuis. Ik heb nog steeds dat ik heel veel pijn heb achter mijn oog. Daar heb ik wel echt nog last van. Maar ja, het gaat echt wel een stuk beter. En ik ben vandaag gewoon nog thuis als laatste dagje. En dat doe ik gewoon even voor de zekerheid. Gewoon even voor de zekerheid nog 1 dagje gewoon rusten. Bijna 12 uur en nu heb ik echt zoiets van, oké, ik ga nu wel wat aan mijn dag doen. Natuurlijk ga ik niet sporten of zo. Of echt iets heel fanatieks doen. Maar gewoon een beetje leren voor de toetsenweek. Maar ja, ik ga ook even een beetje make-up op doen, want het is ook lang geleden en daar heb ik gewoon zin in. Ik weet niet of meer mensen dat herkennen, want heel vaak, tenminste Jasper zegt dat ook wel eens, of ja, heel vaak vragen mensen van, vind je het niet irritant elke dag zo je make-up op doen, maar soms vind ik het gewoon echt leuk. Jasper zegt ook altijd, jij je besteedt zoveel tijd aan je make-up soms en of ik dat dan niet vervelend vind, maar soms vind ik het gewoon echt even lekker ofzo. Ik heb even besloten dat ik de dag begin, zit er nog in? Oh, hier zit nog in.
om de dag te beginnen met een masker van Victoria's Secret. En even kijken wat ik op ga doen. Ik heb er nog heel veel namelijk. Ik heb Hit Reset. Oh, dat is wel echt een hele goeie. Okay, dan vind ik dit wel een goeie Hit Reset. Dus die ga ik even openmaken. Maar dit, het lijkt echt op een gewoon vierkant doekje, maar dat is niet zo. Nou, gaat die. Oh, deze ruikt zo lekker. Nou, die zit erop. Top. En nu een kwartier intrekken volgens mij. Een kwartiertje verder gewoon eraf halen. Kan amper opgaven. Ik ben in de tussentijd achtergekomen waar het naar ruikt. Het ruikt echt naar beddenblaas, dus zeep, ja. Oké, ik heb net mijn nagels gedaan. En mijn nagels haal ik altijd bij de Primark, hoe je het wil noemen. Ik heb niet de weekvlog online gezet. Dat ga ik ook niet meer doen, want ik vond hem niet zo leuk geworden. En ik dacht, ja, het is toch al 4 dagen te laat. Dus ik hoop dat deze weekvlog wat leuk... Ja. Dat wordt hij wel, denk ik. En nu ga ik mijn make-up eraf halen en lekker naar bed toe. En morgen weer naar school. Nou, echt een hele lange tijd. Een week geleden. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb zometeen vakantie. Oké, dat is helemaal niet waar. Ik moet eerst naar school en ik moet ook nog werken. Maar ja, vakantie feelings. Yes. Maar zoals ik zei, ik ga zo meteen naar school na een week of zo. Omdat ik dus de hele week ziek ben geweest. En ik heb er zin in. En dat meen ik serieus. Ik heb geen zin om in de les te zitten. Maar ik heb gewoon zin om naar buiten te gaan. En gewoon weer iedereen te zien en zo. En ja. En vanavond is mijn verjaardag. En daar heb ik echt zin in. Ik heb echt zin in een feestje. Want ik heb gewoon, ja. Even zin om lekker iets te doen. Voor de week! Wacht! Voor de week! Dit nummer kan echt niet. Nee, daarom! Het is vandaag zaterdag en we zijn in Haarlem. En we gaan hier even wat eten. En het is heel lekker. Tenminste, ik heb nog niet gegeten, maar het ziet er lekker uit. Mag ik er nog één? Nee, dat van mama. Oh. Ik ben in de H&M en ik vind deze echt heel leuk, maar mijn ouders niet. Ik weet het niet. Ik ga hem niet kopen, maar ik wil echt zo'n broek. Look what I got! Ik heb ze eindelijk. Ik wilde eigenlijk witte, maar ja, die man zei ook van, het is echt overal uitverkocht, dus ik was er een beetje klaar mee. Maar ik vind deze ook wel echt heel erg leuk. Fucking lelijk. Ik ben er echt blij mee. Good morning, het is zondag, laatste dag. Ik heb nepwimpers op. Dat zijn van die stukjes, zeg maar, van Catrice. Maar als het goed is, had ik al in deze week vlog verteld dat ik naar Femke Louise zou gaan. Even een verhaaltje daarover. Gisteravond, het begon om 11 uur. Dus we gingen met de bus, want het was echt best wel, het is best wel een eindje. En met de fiets, het was echt heel koud, dus we dachten van nee. Toen kwamen we daar om 11 uur, moesten eerst nog wachten. Want ze gingen wel wat later de deur open doen. We kwamen binnen en er was nog niet echt iemand of zo. Dus toen dachten we een beetje van, oké. We waren er nog nooit geweest. Het was echt een beetje raar. En Femke Louise zou dus komen, dus wij dachten leuk, we gaan daarheen. 10 euro voor betaald. En ze kwam pas om 2 uur. Tussen 2 en 3 zou ze komen uiteindelijk. Wat wij niet wisten. En we hadden eigenlijk, als je erover nadenkt, ook, het is ook wel een beetje logisch dat ze laat komt. Maar aan de andere kant, we hadden geen idee. Dus wij waren daar. En als ze tussen 2 en 3 zou komen, op een gegeven moment, we waren dus met de bus. En dan zouden er nog maar een paar bussen teruggaan. Dus dat betekende dat de eerste beste bus die we dan konden nemen was 3:30. En we hadden
vrijdag ook nog Jaspers feestje gehad. Dus we hadden alle drie echt zoiets van... we gaan hier niet op wachten. En toen zijn we weggegaan zonder haar te hebben gezien. Dus dat is wel echt heel jammer, want ik had er echt wel zin in. En ik vond het ook leuk om een stukje gewoon te filmen. Maar nee, het mocht niet zo zijn. Ik had trouwens gisteren een nieuwe broek gekocht. Het is deze, een gestreepte. Nog nooit eerder gehad bij de H&M. Ik ben nu bij Jasper thuis. En we gingen net in Leiden lunchen bij de yoghurtbarn. Want daar wilde ik echt heel graag een keertje heen. Maar ik heb het niet gefilmd. Echt heel stom. Maar ik had de Tony special. Dus met Tony Chocoloni. Het was echt heel lekker. Echt leuk. En ik ben bij Jasper. En ik ga zo even leren. Oké, ik stop hier even de weekvlog. Want eigenlijk zou die nu voorbij moeten zijn. Maar dat is niet zo. Ik plak er nog een week achteraan. Omdat wat jullie nu allemaal te zien krijgen... zou vandaag online moeten komen. Maar wat jullie al gezien hebben, dat moest eigenlijk vorige week al online staan. En dat is mij niet gelukt omdat ik het heel erg druk had. Dus ik dacht, dan plak ik het even allemaal een keertje in één. Heb ik eigenlijk al een keer eerder gedaan, maar nu weer eventjes ook een keer. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Lange weekvlog dus. Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is maandag, het is vakantie. Hoewel vakantie, ik moet heel veel leren voor de toetsweek. Maar ik ga ook heel veel leuke dingetjes doen deze week. Ik ga ook naar Parijs, maar dat komt niet in deze weekvlog. Dat komt in een aparte video, maar die staat misschien zelfs al online. Dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat die nog wel later online komt. Jullie zien het volgende week maandag. Ik denk dat die vrijdag, dat jullie dan die video zien. Maar dat heeft terzijde. Ik heb vandaag gewerkt. Ik heb nog mijn werkshirtje onder, want het is echt super koud. Ik ga vanavond uit. Daar heb ik heel veel zin in met vriendinnen. Even wel iets. Nu komt er dus nog een weekvlog. Maar als jullie dit zien, komen er hierna 3 weken lang geen weekvlogs. Echt heel stom vind ik dat. Want ik vind het weekvloggen juist heel erg leuk. Maar het worden dan gewoon geen leuke weekvlogs. Want mijn toetsweek komt eraan. Nou, mijn toetsweek ga ik sowieso niet vloggen. Want... er gebeurt alleen maar hetzelfde. Ik ga naar school, ik maak een toets en dan kom ik naar huis en dan ga ik weer leren. En vanaf volgende week ben ik gewoon merendeels de hele week aan het leren. En natuurlijk doe ik ook nog wel eens wat andere dingetjes. Maar ik denk dat het gewoon niet echt leuk is voor jullie om dat allemaal te zien. Dat geeft ook gewoon een beetje rust in mijn hoofd. Dat ik dan even niet elke keer hoef te denken van oh shit, ik moet nog filmen. 3 weken lang geen weekvlogs. Wel jammer, maar er komen wel gewoon nog andere video's. Dus dat was het even. Die is van mij, denk ik. Of nee, ik weet het. Dit is een creamy spinach. Oh ja. Spanish. Halleluja. Het is vandaag dinsdag en ik ben op ziekenbezoek bij deze. En we gingen net pizza eten, zoals jullie konden zien. En het was heel lekker. En... vanavond ga ik uit eten. En ja, verder ga ik niet zoveel doen eigenlijk. Het sneeuwt. Oh my god. Het is vandaag woensdag en ik ga nu, het is 8:30 en ik ben nu onderweg naar de volleybal. Want ik ga helpen bij de doedag en dat houdt in, het is zeg maar allemaal springkussens en attributen zeg maar. Ik kan niet zo goed uitleggen, maar allemaal dingen die met voetbal te maken hebben. Er is bijvoorbeeld een soort van meter en dan wordt er gemeten hoe hard je kan slaan. En gewoon een springkussen en eentje dat je heel hoog moet springen om te kijken hoe hoog je kan blokken. Dat soort dingen. En dat gaan we nu opzetten en dan ga ik allemaal foto's maken van alle kinderen en zo. En daarna weer opruimen en dan ga ik naar huis en dan moet ik werken. En vanavond naar Parijs. Het is inmiddels avond en ik ben thuis. De doedag was erg leuk. Nu zie ik een beetje rood, want ik heb een beetje haast. Ik ga namelijk naar Parijs. En ik heb het al een paar keer aangegeven. Vanaf nu houdt deze weekvlog even 2 dagjes niks. En dan zien jullie mij zaterdagochtend weer. En dan vertel ik wel natuurlijk hoe het is geweest. Maar de hele reis van Parijs en hoe en wat... dat zien jullie dus in een andere video. Die dus, als jullie dit zien, waarschijnlijk vrijdag online komt. Oké, inmiddels is het zondag.
Ik heb gisteren niet gevlogd omdat ik heel erg moe was. Ik moest werken, leren. En nu is het zondag en moet ik weer werken, leren. Ja. Waarschijnlijk een van mijn saaiste weekvloggen ooit omdat je alleen maar moet leren. Nee, ik heb... Leren. Nee, ik heb wel wat dingetjes gedaan volgens mij. Ik weet het allemaal niet meer zo goed. Maar Parijs was echt super leuk. Ja. Toch? Ja. Maar dat zien jullie dus als jullie dit kijken vrijdag. En dan ga ik vandaag nog een klein beetje proberen te vloggen. Maar ik weet niet of dat echt zin heeft. Want het is niet heel boeiend of zo. Het is maandag. En ik sluit hierbij nog even de weekvlog af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb dus uiteindelijk last moment besloten. Dat ik 2 weekvlogs in 1 doe. Dus 2 weekvlogs in 1 en ik hoop dat jullie het leuk vonden, want nu komen er 3 weken geen weekvlogs. Want ik moet leren, nu ook. Fijn. Nou ja, in ieder geval, er komen wel gewoon nog normale video's op vrijdag, dus vergeet die zeker niet te checken. En dan zie ik jullie snel weer. En ik moet zeggen, het is nu maandag en ik mis het weekvlog nu al. Ik wilde de hele tijd mijn camera erbij pakken, maar ja, binnenkort weer. Doei doei!